Heer, hartelijk welkom. Johan Derks, Wim Kieft en René van der Gijp, dames en heren. En Johan, ik neem aan dat we jou binnenkort anders moeten aanspreken, toch? Je bent een beetje de adviseur, misschien wel het directeurtje aan het worden van deze zender, of niet? Nou ja, ik heb vanmiddag een gastcollege gegeven op het hoofdkantoor van Talpa. En ja. Ik moet zeggen, ze hingen aan mijn lippen. Ja, en ze pakken het nu ook op, denk je, dat ze nu de goede richting gevonden hebben? Als ze de goede kant heen willen en als ze met z'n allen, met iedere uitzending in de top 25 willen staan, dan zou het heel verstandig zijn naar een ervaren rot als mij te luisteren. En ik neem aan dat je dat heel genuanceerd ingetogen en altijd heel beschaafd en met gebruikmakend van mijn natuurlijke charisma. Ja. Dus dat programma op 2 januari, dat wordt... Dat wordt top of the bill. Top of the bill. Ja, ja. Ja, nu moet jij ook nog luisteren en dan is alles in orde. Dat laatste misschien lastig. Daar kijk je naar uit, neem ik aan. Jij gaat kijken, toch, Wim? Nou, ik wil dat niet missen, dat spektakel. Nee, hè? Nee. ik ben daar nog niet helemaal duidelijk welke kant het op gaat. Nou, wij ook niet. Maar het wordt heel spannend. Denk je, ja? Ja, het wordt heel spannend, ja. En het wordt ook leuk, je kunt ook meedoen. Je kunt er 25.000 euro mee verdienen. Oh. Ja. Ja. Nee, dat... Het is ook niet lang, toch? 2 uur maar. Ja, daarom dus. Verras om de gasten. Verras om de gasten. Daar kunnen we niks over zeggen. Oké. We mochten er eigenlijk überhaupt niks over zeggen. Dus... Nee, Elvis Presley komt niet. Nee. Spanning loopt op. Nou, René, je hebt er ook zin in, toch? Of niet? Ik vind het allemaal prima. Ja. Ja, ja, ik vind het allemaal goed. Nou, dat is echt het verstandigste. Want ik stond vanochtend op in mijn bed. En dan bemoei je ermee. En dan denk je, godverdomme, dan moet ik om 4 uur daar eerst gaan vergaderen in Laren. En dan hier weer naartoe. Wat maak je eigenlijk druk om, hè? Ja. Ja. Maar kan je niet een tipje van de sluier? Nou, voor de duidelijkheid, wij gaan op 2 januari een programma doen. Daarin wordt voorspeld. En we kijken een beetje het jaar 2021 in. Dat is het idee. Dat doen we op onze eigen manier. Nou, meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Dat moet nog een beetje spannend blijven, toch? Dat is het idee, toch? Dat we vooruit kijken. Kijk, je kunt een prijs winnen. De mensen moeten dan... die moeten dan raden wat er gebeurt in dit jaar. En dan bijvoorbeeld is er een vraag... Wim Kieft gaat weer kook snuiven. Ja of nee? Dat is maar een vraagje, hè? En als de mensen dan alle vragen goed hebben... Ja, dan hebben ze 25.000 euro verdiend. Ja, ja. Nou, zo'n programma wordt. Dat wordt wel een programma van niveau. Ja, ja. Op zaterdagavond. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.